In de bekermatch tussen Beerschot-Wilrijk en Heist moesten penalties beslissen over de kwalificatie naar de volgende ronde. De doelman lijkt de bal te pakken, maar klungelt hem over de lijn. De scheidsrechter keurt het doelpunt niet goed en Heist gaat door en mag zich opmaken voor een droomaffiche tegen vice-kampioen Standaar. Beerschot-Wilrijk voelt zich bestolen en vecht de beslissing aan. Het BAS heeft geoordeeld de scheidsrechter te volgen in zijn beslissing. Er komt dus geen replay. U kent de uitspraken, Pinanti is Pinanti. Blijkbaar geldt dat in dit verhaal niet. Blijkbaar is Pinanti niet altijd Pinanti. Ik vind dat bijzonder, ik vind dat verwonderlijk. Wij hebben die artikelen erop nagelezen en wij vinden dat een vrij duidelijke interpretatie is, maar op het BAS heeft men een andere mening over. Maar goed, het wezen zo. Beerschot-Wilrijk klopte aanvankelijk bij de geschillencommissie van de Voetbalbond aan, maar die verklaarde zich onbevoegd in het dossier. Het BAS oordeelt dat de geschillencommissie daarin een fout heeft gemaakt. Daar heeft het BAS zeer duidelijk gezegd dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond bij monden van de secretaris-generaal de bal volledig mis heeft geslagen en dat de geschillencommissie wel degelijk bevoegd was en men ons die procedure ontnomen heeft. Dat is ook de reden trouwens dat de Belgische Voetbalbond veroordeeld is tot 5/6 van de procedurekosten. Dat stemt ons gelukkig en wij hopen dat dat een aanzet mag zijn voor andere clubs om toch naar de Belgische Voetbalbond te wijzen dat zij ook de reglementen dienen te respecteren, wat hier duidelijk niet gebeurd is. Hoe dan ook zit het bekeravontuur er voor dit seizoen op. Beerschot-Wilrijk kan zich nu richten op de competitie. Wij wensen Heist bijzonder veel succes in hun verdere bekercampagne en wij hopen dat zij de maat kunnen nemen van Standaar. Dat mooi geweest mochten wij het zijn geweest, maar goed, het wezen zo. Misschien voor volgend seizoen. Mag je wel op aan.